Is dat even een bol? Dat is nou een bol. Dat is dat niet te Limburgje. Met andere woorden, dat heeft... Kijk, dat, hier maken ze zelfs een meubilair van bomen, jongen. Dat is gewoon, dit is gewoon kei basic, jongen. Dit is gewoon kei basic. Back to basics. De muziek van. Ja, dat is gewoon keil. Waarom rapen ze dan niet op? Eikels op de grond. Kijk, hier is een typische Limburger, joh. Wat een domme kloot, die laat zijn ding gewoon vallen. Het is gewoon er gewoon vallen. Waar gaan we nu eigenlijk naartoe? Het is gewoon mondjongen, het is gewoon in de muur. Wat is dat hier? Ik was gewoon even nadenken, man. Wat is dat gewoon kei dom, jongen? Ik was gewoon even de Limburgers nadenken. Die man is gewoon kaal, ja, die is geen prik op. Het zijn gewoon typische Limburgers, kijk. Die man zijn koffer brandt gewoon keihard. Dit is gewoon keizot. Wie is hij? Dat is hier fel in Limburg, dat roze haar. Dat zit hier toch wel ergens. Zit er wel ergens in die integreert. Oei, oei, manke. We zijn wel twee, hè. En wij zijn wel van de stad, hè. We zijn van de stad, hè. We zijn wel van de stad. We zijn van de Bronx. Ja, van de Bronx. We zijn wel met drie. Dat is nog één, hè. Dat is nog één, maar dat is... Dus pas maar op, hè, Limburg. Ik dacht wat in Limburg. Slaag je, hè. Kom maar op, joh. Ik was weg, ja. Waar, hè? Fuck. Hey. Kijk, Limburgers. Kijk, hier zijn Ben Limburgers. Limburgers. Wat is dit, joh? Dat is een stadion. Staat een camera achter tegen water. Dat is een Johnny. En in de stad hebben ze een camera achter tegen water, jongen. Dat kan niet tegen water, jongen. Antwerpen. Hey, waar vliegt de lampjes dan? Wat is dat hier? Een Limburgse koe. Ja, dat is echt een stadion. Een koe. We zijn van het stadion, we zijn veel beter dan jullie. Van waar is dat? Stad, hè, joh? Stad, ja. Niet meer uit. Die stadion. Ik zit van een diamant, joh. Wat zit je van een diamant? Diamant, dat kan niet, joh. Flikker, ja. Zie je een jood, of wat? Zie je zo'n tank kan zijn? Zie je een jood, of wat? Nee, ik zit hier in een jood. Ik zit hier in een jood, joh. Kijk, dat zijn ze weer Limburgers, joh. Als fietsen. Die hebben geen auto hier, joh. Hey, die hebben geen auto hier, ja. Die hebben alleen maar fietsen. Dat is zeker mij, hoor. Dat is gewoon keil. Ik maak vooral de stoem Limburgers hier. Nou, kom, we gaan een beetje... Wij gaan een beetje verder zitten, ja. Nee, ze zitten op een zoekenbank. Ja, ja. Mensen, even opletten. Even opletten, mensen. Het is belangrijk dat u armen binnen het pad houdt, want als u buiten het pad komt... Daar is een elektrisch veld waar achter de village elektrisch appels zit. Daar zit de langnek. Oké, we gaan nu veilig. Blijf op de stad. Oké. Hoi. Hey, dingen. Pas op voor grap. Het heet je pad. Tak over de baan. Dit is om de natuurlijke habitat na te boksen. En over deze tak kunnen dus velociraptors oversteken van het ene gebied naar het andere gebied. Ah, zo. Ze zijn dus niet van de tak af, dus je moet een grote sprong over de tak nemen. Oké. Okay. Als de velociraptor net voorbij komt, dan zijn we nu even zo. Echt? Ja. Staat wel in de brochure, hè? Het stopt niet. Kijken, maar. Hier is de tak. Kom maar over, tuin. Of dit is wel onder. Niet op stap, dames en heren. Hang daarop, meneer de Git. Op het pad, zeg! Meneer de Git, hang daarop. Niks aanraken op dit pad! Tijd ons, jongen. Tijd ons, jongen. Wat moet je? Eén keer! Dat is zweepjes time, hè. We komen dus bij de oudste boom. In dit park. Eén boom. S'avonds alle beperkingen worden uitgeschakeld. Om alle velociraptors met deze boom om een ritueel uit te voeren. Soms gebeurt het dus dat wij op het tantepark bezoekers hier aan deze boom vastbinden. Bij elkaar. En dan binden wij ze vast in deze boom. Pas op, meneer. Vast in deze boom en dan is het geweer. Hey.
Geen flitsen, hè. Niet tegen die... Ja, dat is mooi.